Hello, Valen. Is no my ICT inspired by a claim, maar ja, dat is geloof dat wat goed van mij gestuurd is en hij gaat me nog eten. Die is die een van die meren waar het in mijn bed is. En zoals je kan zien, zeker bij die, ik is bijzonder mijn kind te leren nog, maar dat reed niet aan. Even verschrikkelijk, maar dat die meer is nat. En dan maak het onze bed nat. Ja, dan is die hoek. En dat is amper soos een, ik weet wat jij goed te noemen, wat hulle bij je banen opzet, maar nou dat hulle net het geverf en een hoekie dan gaan maak. Maar die eerste is, nee, jammer. Die eerste is hier. Ik denk dat ik een rand in druk met mijn sister van mij gaan wijzen. Of gaan zeggen, ook een mensen het verduidelijk wat ik moet doen. En, maar hier komt het in. En is op, en is bij je koud. En jammer als ik zo emotioneel raak. Dan zit hier ook op. Ik heb het hier mat gezet, maar ja. En hier zo ook. Zoals een rare meisje. Ik probeer die meisje van. Goeienaand. Hand. Ons staan weer in my huisie en dit is nou nadat alles klaar gedoen is, so ja, soos jy kan sien is dit heeltemal nou bord, van bord tot onder, daar is niks wat nou renerig of plammerig die nie meer kan maak, so niks aan ons bed bevlekkie en alles gaan mooi weer. En daar het ek ook een nieuwe plekje waar ek my stofie kan opwerk, op die manier kan ek kyk wat in my stofie gaan, want anders het ek of die pot neergezet of ja, een plan om. Jammer, ek moet nou nog wat tuin hang. Ek is nog bezig. En ja, in die meer is alles weer toe en in die deur, so niks kan aankom nie. Niks deurkies wat ons gaan kom besoekie. En dan is die ideale plekje is toegemaak met boord. So, ja. Ek wil eerst eens baie dankie sê vir ons hemelse papa wat het moontlik gemaak het. Ek sê ook dankie vir allemaal wat gebed opgesteel het en dit met aan my en dan hier en daar die tye. En dankie aan Llewellyn wat dit kom doen het. Heere seën u, die Heere seën jou familie en jou grondgebied en al my sisters en al die familie wat gebid het deur julle gebede. Ik heb daar wonderwerken gekomen. I love you. Mwah.